Windpark Nijmegen-Betuwe breidt uit met 25 duurzame projecten. Het burgerinitiatief aan de A15 kreeg zelfs belangstelling van koningin Maxima, die een bezoek bracht aan het park. Het windpark is in overleg voor een energietender met de wethouder om energie te leveren aan de gemeente. De gemeente hebben elektriciteit nodig om het lantaarnpalen aan te houden, om de gemeentehuizen van stroom te voorzien, de sportverenigingen, dat soort zaken. En één keer in de zoveel tijd kopen ze energie in. En dat doen ze door middel van een prijsvraag, een tender, in de markt te zetten. En energiebedrijven kunnen daar op inschrijven. Het gevolg van zo'n tender is dat je een energiecontract sluit tussen de leverancier van het de leverancier van de elektriciteit en de gemeente in dit geval. En in dit geval gaat het om 17 gemeentes in het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Dit is niet zomaar een tender, het is een redelijk bijzondere tender. Omdat de gemeenten zoeken naar elektriciteit om de lantaarnpalen aan te houden. Maar ze gaan een stap verder. Ze zeggen van, we willen graag dat die energie, lokaal en duurzaam, met nieuwe projecten, dus nieuwe windprojecten, nieuwe zonneprojecten, nieuwe waterkracht, wordt opgewekt. En wij voeren daar iets aan toe. Wij coöperaties, niet alleen lokaal en duurzaam, maar ook van onszelf. En dat laatste, dat is, het, is onze aanbieding, zeg maar. Kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen 3-4 jaar hebben wij gewerkt om hier met z'n allen, met 1013 Nijmegenaren, een windpark in elkaar te zetten. Volledig coöperatief, volledig van onderop. Voor ons is het gevoel van, nee, dit smaakt naar meer en dat kunnen we. We kunnen met z'n allen, alle inwoners van het knooppunt Arnhem-Nijmegen, kunnen we op zoek gaan naar die 60 miljoen die we aan investering nodig hebben. Waarvan een deel kan komen van bank, een deel kan komen van de provincie. Maar het grootste deel, of in ieder geval het belangrijkste deel, moet komen uit van onszelf, van de burgers. Ja, we hebben net de koningin op bezoek gehad. Dat was bijzonder. Dat was een leuk gesprek. Ergens zit er iets in de koningin die zeg maar intrinsiek bemoeit met die burgerbeweging. Dat vindt ze fijn. Belangrijk waarschijnlijk ook. En daar gaan we op voortbeduren. Dus ze kwam kijken hoe dat de windmolens er staan. Hoe dat we dat gedaan hebben. Hoe dat we het voor elkaar kregen. Was een voorbeeld voor andere projecten.